De zorgcapaciteit in Suriname staat onder enorme druk. Dit komt onder meer door de grote toeloop van ongevaccineerden die veel symptomen vertonen. Minister Amara Madin van Volksgezondheid zei gisteren in de Nationale Assemblée dat 67,5% van de personen die opgenomen wordt in de ziekenhuizen niet gevaccineerd is. Dat zijn er 6 maal zoveel als mensen die wel gevaccineerd zijn. Verder neemt het druk toe omdat er veel gedemotiveerde zorgwerkers zijn die moedeloos staan toe te kijken hoe ze constant en de hele dag bezig zijn. Eigenlijk met het gros van de mensen die ongevaccineerd zijn, terwijl er wel interventiemogelijkheden zijn. COVID-19 is een preventable disease. Je kan het voorkomen door je te laten inenten. En natuurlijk, omdat er zoveel demotivatie is en omdat we al 18 maanden niet-COVID-zorgvragers hebben verwaarloosd, is de druk nog zwaarder, want we moeten een balans, er wordt nu een balans gezocht door het zorgpersoneel, door de ziekenhuizen, door het ministerie, om die reguliere en COVID-zorg gebalanceerd te blijven leveren aan de samenleving. De bewindsman zegt dat er continu gewerkt wordt aan verbetering van het COVID-19-beleid. Zo zijn er gesprekken gaande om COVID-zorg op te nemen als reguliere zorg bij zorgverzekeraars. Inmiddels hebben we vanuit het ministerie gesprekken opgestart bij de verzekeraars om COVID-19 als regulier aangeboden zorg te incorporeren binnen ons bestaand zorgstelsel. De overheid kan niet ongelimiteerd doorgaan met het financieren van de COVID-zorg. Het zal voor de long term gestructureerd ingebracht moeten worden in ons zorgstelsel. Ook bij de COVID-19-lijn 178 wordt ander beleid gevoerd. In het vervolg zullen personen die negatief getest zijn per sms hun resultaat ontvangen.